goede maandagmorgen. Weg met Blue Monday, want ik wil het over een prachtige reeks hebben. TV-geschiedenis. Willys en Mariette. Enkele reacties. Inderdaad, dames en heren, de rubriek De Juve Bumer van de week. En ze gaan wel een succes. Dreug, dat is een rug, dat is een spijt, dat is een sleep, dat is een slecht. Dat is een tikkende tape om een psychiater in dat dorp te leren. Maar we gaan er naartoe, zeg. Dat is echt fout dat post neerkijkt omdat dat psychiater is. Voilà. Dat we er wat meer over de brug moeten komen en dan zal hem toesten en dan al vervolgen. Wat is dat? Dat is kwalen, misschien een whisky. Palmira van Rentham, Leunerster, met een dwaze muil in de camera. Cool. Allee, trek hem naar buiten, niet hier wiet op. Ik ben niet schuldig van ons, ik niet van de rugzonde. Beste kijker, wij spelen nog steeds voor hetzelfde taartje. Over een studio. Oh my god. Ja, het zalige is dus dat er een revival bezig is. Van Willys en Mariette. Er bestaat een Facebookgroep met de fijne titel Willys en Mariette Denkposting. Met daarin meer dan 27.000 leden en counting. Het is super populair, ook bij blokkende studenten, bij jonkies. Die dat dus nog nooit op tv hebben gezien. Die dat massaal aan het herontdekken zijn. En dat vind ik zalig op zijn zachtst uitgedrukt. Goedemorgen, oprichter van die Facebookgroep, Benjamin in Koekelaren. Goedemorgen. Maar hoe zalig, dat idee. Al die nieuwe aandacht voor Willys en Mariette. Ik word daar zo ongelooflijk blij van. Hoe komt dat dat daar is ineens? Dat is eigenlijk een goede vraag. Want Jolien en ik hadden die groep eigenlijk gewoon voor de film gemaakt. Uh-huh. Omdat wij nu de reeks vroeger al heel de tijd herbekeken. En we dachten van ja, we gaan dat gewoon voor de fun maken en we zien wel. En nu zijn wij een goede 3 maanden verder en ja, is het een beetje ontploft. Een beetje wel, hè? Nee, dat is goed. Goede ontploffing. Hebben de examens daar iets mee te maken, denk je? Volgens mij is het wel een goede afleiding van alle examenstress. Dus ik denk wel een klein deeltje. Want je hebt ook je bezig gehouden met die groep. Dat is jouw kindje. Je hebt ook gepost tijdens jouw blok. Hoe zijn jouw examens geweest? Relatief wel goed. Ik heb een goede planning gemaakt zodat ik ook wel nog actief kon bezig zijn met denkposting. Dus. Nee, dat is goed. Dat is proactief. Nu we toch bezig zijn, Willy en Mariette Lovertjes bij elkaar. Mijn favoriete scène persoonlijk van allemaal, het zijn er zoveel, dat is die van meneer de Nelien. Wat is die van jou? Goeie vraag. Ik denk dat ik me toch ga kiezen voor Poltijs Sanitary Solutions. Ah, dat is met dat toilet. Nee? Ja, ja. Het toilet op wieltjes. Keigoed. Ja, ja. Los van het feit dat het heel veel nostalgiegevoelens oplevert voor wie de reeks nog effectief heeft gezien op televisie. Afleiding tijdens de examens anderzijds. Is er ook een hoger doel van jullie groep, van Denkposting? Wat is dat, beste Benjamin? Ik denk dat ik dat wel in naam van alle 27.000 leerlingen kan zeggen. Dat is dat wij graag een tweede seizoen hadden gehad. Goedemorgen. Een goedemorgen. Met wie spreek ik? Met Lieve Scherre, zowaar. Oh, zowaar. Het is Paul Thijs. Ik heet Lieve Scherre. Ja, absoluut. Zo is dat. Paul Thijs is hier. Benjamin. Voilà, rechtstreeks doorverbonden. Wauw. Dag Benjamin. Dag Lieve. Een goede dag. Een tweede reeks, jongen. Ja, wel. Dat is de vraag, hè. daar wordt regelmatig naar gevraagd. Dat is heel moeilijk, omdat wij met ons schrijven, hè, dus met de vier van Neveneffecten en met Bartan, zitten wij allemaal op totaal andere projecten. Dus het is heel moeilijk te organiseren, helaas. Oh. Jammer. En ook, je gaat zien, als we een nieuwe reeks maken, gaat dat toch meer ontgoochelend zijn, denk ik. En we hebben alles sinds dat seizoen om op te teren. En dat is waar die groep voor dient. Je zit zelf ook in die Facebookgroep, beste lieve Scherre. Hoe denk jij dat dat zit? Waarom is Willys en Mariette nu ineens zo populair weer bij een generatie die dat zelf nooit live op televisie heeft gezien? Oh, ik heb echt geen idee.
Het is als tv-maker is het fantastisch om mee te maken, omdat tv is normaal gezien zoiets vluchtig. Mm-hmm. Iets wat gewoon even getoond wordt en dan verdwijnt. En dat dan zo iets wordt dat af en toe terugkomt, dat is echt heerlijk. Waarom dat nu zo is, geen idee. Ja, het is onnozelheid. Hè. Het is gewoon vierkante, kwadratische onnozelheid. En misschien werkt dat dan wel. En dan zeker in een blok als student is dat net misschien even wat je nodig hebt. Zodat, het is ook, gewone... maar je hebt soorten onnozelheid, maar het is echt wel meesterlijke onnozelheid. Kijk, ik ga het zeggen hoe dat is. Ah, kijk. Lieve, dank u wel. Daarvoor. Naast het feit dat jij een hele nieuwe doelgroep aanspreekt, hoe is het met jou daarnaast? Oh goed, ik ben aan het toeren. Ik ben een theatertournee aan het doen over DNA en genetica. Dat met is, extra shows zag ik passeren. Ja, inderdaad. Ze waren uitverkocht, dus we hebben er twee extra gezet. In Gent en in Antwerpen. Voilà, op 12 en 22 mei, denk voor ik. Voor de gegaarde. Ja. Dat is het project van Lieve Scherre in 2020. Beste Benjamin, oprichter van de Facebookgroep. Het zit er niet in, jong, dat tweede seizoen van Wedis en Mariette. Ça va met de emoties? Ja. Ik ben aan het onderdrukken. Dus blijven aan het lijntje. Hoe groot is de ontgoocheling? Ergens zag ik het wel gebeuren dat er geen tweede seizoen ging komen, maar kan het toch plaatsen. Dus. Dat is veel. Dat is heel veel. Ik hoop dat je ook mooie punten kan plaatsen op je rapport. Nog heel veel succes met de blok. En Lieve Scherre, tot de volgende keer. Hè? Ja, merci. Tot ziens. Studio Brussel. Maar laten we ook even stilstaan bij iemand die er vanavond helaas niet kan bij zijn. En dat is Mimieke van der Wallen, omdat zij in de kliniek ligt. En we weten dat het elk moment kan zijn dat zij van ons gaat heen gaan. Speciaal voor haar, Europe met de Final Countdown.
countdown naar niks, want er komt geen tweede seizoen van Willis en Mariette. Dat wordt met veel ontgoocheling onthaald in de Facebookgroep. Willis en Mariette Dink posting. Maar kijk, er zijn nog memes om te volgen. En dat telt ook voor iets. Voilà. Nog één voor 9 uur voor Joris Brijs.